Je had een bijzondere week deze week. Ben je alweer een beetje over de teleurstelling heen van het ontslag van je vriend John Lammers? Ja, ik ben een klein beetje eroverheen. Want het neemt natuurlijk niet weg dat dat niet in je koude kleren gaat zitten. Wat Jal zegt, is een vriend van mij. En dan maakt het nog moeilijk om hier te staan. Omdat je op zijn plek staat. En dat is niet iets wat je graag wilt. Je hebt vanavond nog een ontmoeting met hem. Ga je dan ook over de wedstrijd tegen Feyenoord spreken? Oh, je hebt goed geluisterd, dus ik zei dat hij nog even langs kwam. Ja, nou goed, ik weet niet waar we het precies allemaal over gaan hebben. We gaan natuurlijk wel even over allerlei dingen hebben. En met name over het persoonlijk vlak. Want de vriendschap gaat niet verloren bij ons. En dat is het belangrijkste wat overeind blijft. Alleen neem niet weg dat je het over bepaalde dingen nog wel gaat hebben. Ja. Je hebt duidelijk je mening laten horen in de media over de manier waarop dit ontslag is gegaan. Je had graag ingelicht willen worden, onder andere van tevoren. Ja, nou ja, goed, dat heb ik net ook al gezegd. Misschien is het ook wel goed dat ze me niet ingelicht hebben, want dan was ik er waarschijnlijk misschien voor gaan liggen. En had ik met argumenten gekomen waarin ik dacht van dat we het wel hadden tij kunnen keren. Dat is niet gebeurd, dus dat is een beslissing die hun hebben moeten nemen. Aan de andere kant begrijp ik het. Aan de andere kant had ik ook graag wel op de hoogte willen geweest zijn. Maar goed, dat is hun beslissing en daar moet ik me bij neerleggen. Hoe hebben die spelers erop gereageerd? De jongens waren allemaal heel teleurgesteld. Die hadden het ook niet zien aankomen. En wij als stafleden ook niet. Dus wat dat dan gaat, waren ze wel geschrokken. Ja. Soms heb je wel als een trainer wat weggestuurd op zo'n manier, dat er dan een schokeffect teweeg wordt gebracht, waardoor de spelers opeens scherper worden. Zou dat hier ook het geval kunnen zijn geweest? Nou ja, ik zou dat niet goed vinden. Want als er eerst iemand ontslaan moet worden om een schokeffect, om weer resultaten te krijgen, zal wel heel slecht zijn. Want dan is het iets wat ze bewust hebben gedaan. En daar geloof ik niet in. Want het is een groep die heel graag wil en die ook achter John stond. Dat is ook de reden van dat ik het heel jammer vind dat John er niet meer is. Je blijft ook het voetbalconcept van hem gebruiken, hè? Er blijven heel veel dingen die we samen besloten hebben, die gaan we gewoon doorvoeren. En ook met de nieuwe trainer, die zal daar ook in gekend worden en dan kijken van of we de boel weer op de rij kunnen krijgen. De wedstrijd tegen Feyenoord komende zondag, dat ga je dus ook op die manier doen. Er zijn wel wat wisselingen op het veld, met name op het middenveld en in de voorhoede, vergeleken met zoals Lammers het deed. Nee, dit is ook iets wat wij ook al van tevoren een beetje besproken hadden en wat al in onze kopjes zaten. Dus het enige verschil is dat Sam Schepenman op het middenveld erbij komt en dat Anas een positie verder gaat en dat Mario in de spits gaat beginnen. Mario Engels, ja. Ja. Wat verwacht je van Feyenoord? Die gaan hier volop de aanval spelen? Nou ja, voor Feyenoord telt maar één ding, dat is winst. Want die willen aansluiting houden, ondanks dat ze al heel veel achter staan. Neem niet weg dat ze hier natuurlijk naartoe komen om 3 punten te halen. En aan ons de taak om dat te verhinderen. Wat vind je van Feyenoord op dit moment? Ploeg niet echt in vorm. Nou, niet in vorm. Weet je, er zit nog heel veel kwaliteit in. Ondanks dat ze niet goed spelen, creëren ze heel veel kansen. En weet je, het kwartje kan ook zo weer de goede kant opvallen, ook bij Feyenoord. Maar als ze die ballen wel binnen schieten, dan ziet het er ook in één keer heel makkelijk uit. Je bent met de punten ook al tevreden? Ik ben met de punten ook al tevreden, ja. Maar neem niet weg als we 3 kunnen pakken, dat we dat niet nalaten.